Al 129 jaar is FC Dordrecht de voetbalclub van de Merwestad. En ook dit seizoen wordt er weer een poging gedaan voor het linker rijtje. Maar wie zijn de jongens eigenlijk die de eer in het stadion op de Kromme Dijk verdedigen? RTV Dordrecht stelt ze aan u voor. Ik ben Thomas Schalenkamp, ben 20 jaar oud, mijn positie is spits en ik kom uit de jeugd van FC Dordrecht en ik speel er nu al 7 jaar. Ik begon eerst bij FC Emma hier aan de overkant. Toen ben ik naar Oranje-Wit gegaan, nog een tijdje. En toen ben ik bij Dubbeldam gegaan en toen ja, hier naartoe naar FC Dordrecht. Nu heb ik circa 7 jaar bij FC Dordrecht. Ik denk vooral mijn schot, mijn kopkracht en mijn kracht. Ik denk dat we wel veel nieuwe spelers hebben, maar vooral nog aan elkaar wennen, zag je ook aan bij de eerste wedstrijd. Maar ik denk dat we wel genoeg kwaliteit hebben om goed mee te doen, om te kunnen verrassen. Hij zit heel erg kort op de trainingen. Hij wil je graag goed ontwikkelen en ook een heel andere formatie. En, ik denk dat dat aan mij zelf wel goed bevalt. Om veel minuten te maken en veel goals. Ja, het stadion, de voetbalclub en de sport is ook zeker.